60 euro. We blijven nog even in de havenstad Rotterdam en gaan nu naar de Willemsbrug. Sander en Vincent zien twee auto's en hebben een vermoeden. God, we zijn meteen allebei het gaspedaal. We gaan intrappen op die brug. En ja hoor, het vermoeden wordt bevestigd, want het gaat er gelijk fors aan toe. Het lijkt erop dat de Audi en de Mercedes samen een wedstrijdje houden. En hier gaat het maar net goed. Wow! Sander en Vincent blijven achter het tweetal aanrijden en de meting komt uit op... 90 kilometer. De bestuurder van de Audi en de Mercedes kennen elkaar blijkbaar. Contact met elkaar, zie je. En de krachtmeting tussen de twee auto's gaat vrolijk door zodra het verkeerslicht op groen springt. Sander en Vincent blijven de Audi en de Mercedes volgen om te zien wat er nog meer gebeurt. Even een uitschakeling maken. En ook bij dit verkeerslicht is het weer raak. De afstanden zijn echter slechts steeds te kort om een correcte snelheidsmeting te kunnen doen. Het is allemaal te kort om te meten, hè? Maar ik vind het toch wel 130 waard. Dan zouden we het rijbewijs zelfs kunnen invorderen. Ik wil met racen. Ja. Het is gewoon pure vermogenstest wat ze aan het doen zijn. En dat begint al bij de Koninginnebrug. Nee, moet je horen. Nee, maar kijk, steek er even eentje over. Vincent en Sander overleggen wat ze gaan bekeuren. Tja, wat een dwaas, joh. Niet de richting volgen van het voorsteerwak. Ja, dat is voor de Mercedes en voor de Audi. Voor de Audi ook. Hij gaat parkeren. Hij gaat parkeren. Spreek jij even heel snel deze gast aan? Ja. Dan kijk ik even voor die Mercedes. Heren, goeiedag. Kijk maar even aan. Ja? Hey, kijk eens even hier. Politie, politie, helemaal goed, jongen. Heb je van mij het rijbewijs? Zeker heb ik het rijbewijs. Nou, dat is mooi, jongen. Hartstikke fijn, toch? Oké, is gewoon afgekomen. Ja, maar ik vind het een beetje vervelend. We zijn toch in gesprek? Natuurlijk, maar ik kan ook verder rappen, toch? Ja, maar jij weet, hè? Hé, zet de motor even uit. Dat vind ik zo, zo stormend altijd. Hé, het volgende. Yes. Ja? We rijden al een tijdje achter jou en die meneer met de AMG daar. Daarbij zien we behoorlijke racerij gebeuren en snelheden. De Willemsbrug, hè, dik boven de 90 km per uur, waar maar 50 mag. Ja. Een treintje toch? Wat zeg je? Kijk maar gewoon een treintje. Doe die capuchons even een beetje normaal. Ik kijk alleen maar tegen iets zwarts aan. Ja, dankjewel. Zie je, daar kunnen we gewoon normaal praten tegen elkaar. Ja, toch? Kunnen we een kort verhaal van maken? Ja, mogelijk. Wat zeg je? Kunnen we een kort verhaal van maken in plaats van. Ja, maar ik was met deze meneer in gesprek. En als deze meneer het wil spreken, anders wil doen, prima. Ja, perfect. Maar ik ben er niet met u in gesprek, of wel? Nee, toch? Ja, wij praten toch normaal? Niks aan de hand. Nee, maar ik wil even uitleggen waarom, hè? Wat doe ik altijd? Ik schrijf niet zomaar wat uit. Hè? Ik vertel ook waarom. Ja, want ik denk zelf dat je rijbewijs ingevoerd wordt. Hoezo? Of voor racerij. Racerij? Ja. Ja, dat was geen racerij. Nee, geen racerij. Ik heb geen auto ingehaald. Nee, je bent al constant aan het racen met die Mercedes. Ik heb geen auto ingehaald. Nee, maar luister. Je bent... Racen noemen we met nee, auto. Nee, dat is niet waar. Ja, absoluut. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Je bent constant de krachtmeting aan het doen. Nee. Met alle respect. Ja. Met alle respect. Ja. Ik heb niet geraced. Niet? Wat heb je dan gedaan? We zijn gewoon achter elkaar aan gereden. Gewoon? Een beetje vlotjes. Ja, een beetje heel erg vlotjes. Wat zijn ervan maken? Ja, maar alles staat op... Kun je niet meer 150 km per uur rijden? Oh nee? 100 km per uur. Makkelijk, jongen. Deze auto redt ook niet, het is een diesel. Makkelijk. Ja, maar ik ga even mijn collega overleggen wat we gaan doen verder. Ja, maar het zal me niks verbazen als dat het wordt. Zien op de snelheidsmeting die en, ja, dat is geen enkel probleem. Joh. Het is een videoauto, dus alles staat op camera. Ook de rest van je capriolen. Ik heb ook een camera. Ja? Ja. Blijf even zitten hier. Hij wilde heel graag de beelden zien. Oh, oké, gaan we kijken. Van de meting en alles. Jullie zeggen een meting van zoveel. Ja. Ik ga ervan uit. Ik weet zelf in het verleden dat ik al twee keer de rijbewijs mee heb gebruikt. Boven de 50 is de rijbewijs weg. Ja, dat klopt. Klopt toch? Ja, dat klopt, ja. Maar je punt is? Mijn punt? Ja. Mijn punt is dat mijn rijbewijs niet weg is. Dat je, sorry? Dat mijn rijbewijs niet weg kan gaan. Hoezo niet? Nou, ik ben niet aan het racen, dat is nummer 1. Nee, maar wat ben je dan aan het doen? Vlotjes doorgereden. Nee joh, dat is niet vlotjes joh. Nee? Als je vlotjes doorrijdt, dan heb je van ons geen last. Maar als jij gewoon constant bij elk verkeerslicht, bij elke bocht, bij elke weet ik veel wat, vol gas wegrijdt samen met iemand anders, op het einde van een krachtmeting te doen tussen twee voertuigen, te kijken wie de grootste heeft,
Ja, dan is het... Valt dat gewoon onder racerij? Ik heb maar even pas teruggekregen. Rijp ik heb niet zo lang terug. Dat is niet mijn probleem. Ja, niet onze rijbewijs invullen terug of zoiets. Sorry? Ga niet onze rijbewijs invullen terug. Niet? Oh, maar voor zoiets. Dat klinkt nogal dat je het zegt van joh, wat is het probleem? Nou, maak je peuk even uit, dan kan je kijken. We gaan niet op zitten wachten tot je klaar bent. Maar je wilt de beelden graag zelf even zien, begreep ik? Ja, we hebben de beelden zien. Hier alleen nog maar de afstand. En dan meten we hier hoeveel tijd jij over die afstand aan het doen bent. Dat betekent dat je dan 90 rijdt. Ongeveer 40 rijdt. Dan rij je 40 te snel. Zo. En zo gaat het door en door. Maar. Ja, goed zo. Dan ga ik er niet veel meer... Ik had al het idee dat je dat wilde zien. Nee, nee. Goed zo. Hey, je bent nog beginnen besturen? Yes. Dat is niet zo netjes. Als je dan al net of 4 maanden je rijbewijs kwijt bent geweest, zag ik net. Waarvoor was dat? Zeker voor je zweetsok, of niet? Ja, hè? Nou, als je 4 maanden rijontzegging krijgt, dan hebben we niet een beetje te snel gereden. Ja, maar als je nou die beelden terugkrijgt, hè? Gewoon even een vent zijn, hè? Als je nou die beelden terugkijkt, dat is toch gewoon een kul verhaal wat je net zit te vertellen dan? Van, joh, we hebben een beetje snel gereden. Een beetje voortje gereden. Ja. Maar je weet dat ik gewoon gelijk heb. Natuurlijk heel gelijk. Ja, toch? Hey, omdat je beginnend bestuurder bent, kan het wel gevolgen hebben voor je rijwijze. Ja? Wanneer zien we elkaar weer? We zien elkaar denk ik niet meer. Niet meer? Nee. Zeker weten? Hopen. Ja, hopen. Ik zet mijn geld op wat anders. Ja. Ik gok niet. Nee? Nee, gok niet. Rustig aan, jongen. Deze man heeft van de officier van justitie een boete gekregen van €440, 2 maanden rijontzegging en een verplichte EMG-cursus. De Mercedes-bestuurder heeft alle overtredingen op kenteken gekregen.